Leefste dagboek. De autoriteiten hebben de zwarte broek van de stoel verwijderd. Er zijn nu geen slaapplekken meer. Ik heb 3 maal gebraakt uit protest, maar niets wijst erop dat er iets zal veranderen. Mijn enige andere hoop op rust is het toetsenbord in de buurt, maar helaas gebruikt niemand het momenteel. Ik blijf afwachten. Liefste dagboek. Mijn voederbak is nu nog maar half vol. Het is duidelijk dat ik binnenkort zal omkomen van de honger. Ik heb herhaaldelijk geprobeerd de aandacht te vestigen op mijn hachelijke situatie bij de autoriteiten, maar ze zijn duidelijk dom, doof of gewoonweg vreed. Dit is wellicht mijn laatste hoofdstuk. Liefste dagboek. Het is mij duidelijk gemaakt dat de autoriteiten 2 handen hebben, maar het sadistische beleid hanteren om mij met slechts 1 tegelijk te aaien. De helft van love is gewoon low, hoe ik mij momenteel voel. Mijn moraal wordt gekraakt. Liefste dagboek. Ik heb besloten bij de autoriteiten te pleiten om mijn buikje te krabbelen. Ik denk dat dit mij goed zal doen in mijn huidige toestand. Ik zou graag exact 2 krabbeltjes krijgen. Een 3de en ik zal volgens protocol hun hand aan flarden scheuren. Wens me succes. Liefste dagboek. Gisteren diende ik een eenvoudig verzoek in met betrekking tot de deur naar de tuin. Maar schijnbaar uit pure wrok weigerden de autoriteiten de deur lang genoeg open te houden voor mij om te beslissen of ik buiten wilde. Of binnen. Of buiten. Of binnen. Liefste dagboek. De rode stip is teruggekeerd. Hij beweegt sneller dan ik me kan voorstellen en lijkt ongehinderd over alle oppervlakken te kunnen bewegen. Ondanks de laatste 54 mislukte pogingen zal ik het weer meedogenloos najagen. Het lijkt niet gevangen te kunnen worden en verdwijnt naar believen. Er is geen logica op deze plek. Liefste dagboek. De autoriteiten blijven mij kwellen met hun pesterijen. Ik heb meerdere pogingen ondernomen om een comfortabele slaappositie op het bed te vinden en heb zelfs aangeboden hem te masseren. Maar in een vertoon van pure arrogantie of wrok gooiden ze mij de kamer uit. Ik ben nu gedwongen om als een bedelaar in de zetel te slapen. De vernedering is ondraaglijk. Liefste dagboek. De vogel was er vandaag weer. Het treitert me. Ik zal proberen mijn geest los te maken van deze kwelling door mezelf te wassen. Voor 4 uur. Liefste dagboek. Het is 3 uur 's ochtends. De autoriteiten hebben de deur naar de slaapkamer gesloten. Ik kan enkel aannemen dat ze mij vergeten zijn en hier hebben achtergelaten om te sterven. Als laatste wanhoopspoging zal ik voor de rest van de avond wacht houden en het lied van mijn volk zingen, in de hoop dat het mijn redding wordt. Liefste dagboek. De autoriteiten blijven hun rechthoekige apparaten in mijn gezicht duwen in de schijnbare hoop dat ik iets interessants zal doen. In respons toon ik herhaaldelijk het interessantste lichaamsdeel van de kat, de anus uiteraard. Maar de autoriteiten reageren steeds met grote frustratie. Ik ben ervan overtuigd dat zij krankzinnig zijn, verwilderd van alle redelijkheid. Liefste dagboek. Mijn pogingen om de kwaadaardige plant te vernietigen zijn allemaal voor niks geweest. Op een of andere manier, bijna als door een soort zwarte magie, is er een nieuwe in zijn plaats verschenen. Ik zal nu opnieuw moeten beginnen. Net als Sisyphus ben ik geketend aan de hel.